Nederland. En dit is ons dak. Het gebouw is CO2-neutraal met optimale temperatuurregulatie en schone luchtvoorziening. Zonnepanelen op het dak en hergebruikte en recyclebare materialen. In het nieuwe Science Lab doen wij practicum voor de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde. In de bovenbouw hebben wij ook het vak NLT. Wij hebben 2 practicumlokalen. Nou, de goede punten van Schravenland zijn natuurlijk dat er hele leuke, goede docenten werken. Er wordt namelijk heel goed lesgegeven. Er worden variërende, afwisselende lessen gegeven met de inhoud. Met name op beta-gebied natuurlijk, hè, de scheikunde, wiskunde, toch de belangrijkere vakken. En daarnaast is het de sfeer en de gezelligheid onderling. Zowel tussen met docenten, leerlingen, als docenten onderling. Het voorbeeld dat de docenten bent, waar alle muzikale docenten in zitten. Ofwel docenten die denken dat ze muzikaal zijn. We hebben een pianist erbij. Ja, die kan niet zoveel. Nee. Maar... Dat later. En wat ook heel erg een voordeel van Schravenland is, is dat het een kleinschalige school is, waardoor je dus je leerlingen heel goed kent en je dan ook beter op problemen eventueel kan inspringen. Dat denk ik wel, dat is een van onze belangrijke praises. Ja, dat zijn toch wel de dingen waar wij staan. Het Lyceum Schravenland is de leukste en duurzaamste school van Nederland.